Hello, we are Roald and Tamara. This is a picture from us 2 years ago when we were on a round trip through the Caribbean, working as dive instructors and living the good life. At this little island called St. Martin is where it happened. A beautiful island, and we met some great people over there, and they introduced us to boat life. And so it began. Back in the Netherlands, we searched for our own boat, and we fell in love with this Kovic Victor from 79. Let the projects begin. Dit is het achterdek van de boot. Ik ga even laten zien. Er ligt daar een zonnepaneel. We weten niet of dat nog werkt. Kompas. Als je kan zien hebben ze overal mooi blauw anti-slip. Dat moet er dan helemaal af. En zoals je kan zien ook is de reling niet overal helemaal goed. Maar dat is eigenlijk een snelle fix. Maar de rest van het hout ziet er nog wel redelijk goed uit. Dus dat kan hergebruikt worden. En de mast. Hele hoge mast. Tadaa! Oké, en dan kan je hier naar binnen. En dan kom je in de, ik weet niet hoe het heet, bestuurderscabine. Dat is een beetje vies en klein en zoals je ziet, overal moet er iets aan gebeuren. Nou, dan ga je nog een trapje naar beneden. En dan kom je in de gang. In de gang heb je een navigatietafel. Dat is een soort werkplekje met laadjes. En dan heb je eerst een elektriciteitskast. En dan loop je door in de gang. En dan heb je hier een kleine wc-ruimte. Met een watermaker. En dan loop je door. Dan heb je hier dus ook een deur. Dan kom je in de slaapkamer. Aan de voorkant. Dan heb je eerst een kleine ruimte voor een kastje. Dan hier is het bed. Het bed is op een verhoging gebouwd. Daaronder heb je ook nog wat opslagruimte, maar onder het bed zitten ook vuilwatertanks. En dan heb je hier een kast. Gewoon een opbergkast, kledingkast. En dan heb je hier in de slaapkamer de douche. Hallo. Hallo. En nog een wc'tje. Dus een van de wc's kan eruit. En dan via de douche kom je dus weer op de gang. En dan heb je hier halverwege de boot nog een kamertje. Hier zijn allemaal laadjes gemaakt. Dit kamertje heeft twee bedden, twee stapelbedden. En ook nog een kastje voor kleding, weet ik veel. Maar dit zou er dan helemaal uit gaan, de bedden. Via dit kamertje kom je ook bij de motor, die zit daar. Die ga ik niet open doen. En dan lopen we door. Dus dan lopen we weer via de uitgang, ingang. Dit is de keuken, koelkast, wasbak, gasfornuis, kastjes, kastjes, kastjes. Overal waar je iets kan opbergen, daar is een laadje of een kastje gemaakt. En aan de overkant van de keuken
begint het zitgedeelte. Met een tafeltje in het midden, maar is erg kneuterig. Dus dat moet wel een beetje veranderd. En dan heb je daar weer een ingang naar de motor. En dat werkt ook allemaal niet zoals het hoort. De kastjes dan. De motor hebben we geen idee. Misschien. Misschien. Misschien niet. Dus dan kan je hier zo gezellig zitten. Of zo. Nou, en dan loop je via de keuken naar de voorkamer. En die is een stukje opgehoogd, want er zit ook van alles onder. Maar er passen wel gewoon twee volwassen mensen in. Ja, dat was het denk ik wel. Ja. Dag. Well, good morning. For our non-Dutch speaking friends, a little English tour of the boat to show you guys where we are at right now. Today's a really exciting day because this little puppy will be taken off today. So I spent the last hour making sure that all those gnarly turnbuckles are loose. On the bow there's no turnbuckle, neither is there one over there. So I'm not really sure how to how to get rid of those. Apart from that, well, the deck is clean again because it was completely full with clutter, trash, junk, stuff. Well, we still have some stuff flying here. We have our boom nicely put over there. We have a solar panel. We have our lovely water tank that produces brown water. So I'm not sure what to do with that. It doesn't have any expansional, but I think it's fairly rotten on the inside. And we've got one of those hot water thingies, no idea how to call it in English. Some lines, some tubes, and our life raft. Well, our life raft happens to be from 93, so that's 25 years old. So I'm pretty sure it's kind of out of date, but we might test her out one day just for the fun of it. You guys inside. It's a bit different now on the inside. Bear with me, this ladder is kind of steep. It's a bit dark in here as well. There we go. So yeah, it's we did some renovating, which was a good call. So in here was a bedroom in the back. Not anymore. This was our saloon. Not anymore. This is where our trusty motor lives. Yeah, needs a little TLC. A kitchen. There was where the sink was at. And our diesel tank. Our diesel tank. So that's 180 liter tank. And we think that down there there's another 200 liter diesel tank. Apart from that, we have 480 liter water tanks.
I don't know what to do with it. But yeah, this used to be your shower, bathroom, not anymore. Toilet, still there, but not for long. Basically, in here is, well, basically the last room we need to fix up. But yeah, that's where we keep all our tools right now and stuff. So yeah, it's a shitload of work, but we're getting pretty far with deconstructing right now. If you look outside, it's right now like 7:30 in the morning. So the sun is coming up, which is nice. So yeah, there used to be a cockpit right here, a little steering house. We took it out, we didn't like it. It was big, it was dirty, it was ugly. So maybe now we make our saloon here with nice sunlight instead of, well, exactly there in the dark where you can't see anything. Over there. But yeah, we don't know really. We've got heaps of plants, but it's all different plants. Maybe we put the kitchen here. So we have the living space where it's nice and light. Maybe not. It's difficult. So yeah, right now I'm going to wait for half an hour till they move me to the crane. Hopefully I have a hand free to film the process. Probably not, because probably I'll be a bit busy. Maybe I'll ask Grandpa to do that. But yeah, that's it. Bye bye. Goedemorgen. We gaan maar weer aan de slag vandaag. Maar voordat we überhaupt iets kunnen doen, moeten we even onze jacuzzi leeggooien. Er staat er overal eindig veel water in. Eigenlijk is het doel voor vandaag deze prachtige reling weghalen. Want dan kunnen we nog meer gaatjes dicht gaan smeren. En dan hebben we ook niet elke keer dat zwembad hier. Dan hebben we alleen nog maar een zwembad in de Kuip zelf. Bartje komt als het goed is me zo lekker helpen. En ja, hopelijk wordt het een mooie dag vandaag. Het zonnetje is alweer op. Hallo, kleine update. Gisteren zijn we best lekker bezig geweest, Bartje en ik. Maar zoals je ziet, is er al wat regen weg. Nog niet alles, want het zat een beetje tegen. Maar kijk, hier is die al wel weg. En hier achterop is die weg. En hier is die weg. En daar is ook weg. En daar helemaal op de punt is die ook weg. En bij deze hebben we al wel alle 100.000 boertjes los. Dus als het goed is, is het zo de boutjes naar boven tikken. En dan kunnen we dat ding ook van zijn plek rukken. Ik heb een nieuwe accutool. Want de oude die gaf een vonk, een vlam, toen deed hij het niet. Dus dat zat even een beetje tegen vanmorgen. Maar ik heb in de tussentijd al hier een hele zak gaatjes volgesmeerd met epoxy. Tot hier, want hier was top. Dus ik ga nu een nieuwe lading leggen en dan gaan we deze stuk. Gaan we lekker vol smeren. Tamara was onderweg, zei ze. Dan gaan we ze samen gaan we dit weghalen. En dan gaan we met stevig papier, gaan we zo meteen beneden, gaan we wat muurtjes tapen, dat we een beetje een idee hebben. Of wat ik al die uren heb zitten tekenen, of dat nou, eigenlijk wel is wat we willen. Spannend. Nou, ik stop handen weer in mijn broekzakken, want het is helemaal gekruid. Oké, doei. Welcome guys to the virtual tour of our boat. When we bought the boat, I started making a rough 3D drawing. So here in the front we have a forward cabin with a two persons bed and some shelving. We have our salon area with our kitchen top. Back here behind the cockpit we have the bathroom, we have an aft cabin.
and we have the study. When we look from the other side, here's the kitchen I mentioned, or the galley as it's about, bathroom, and here is the stairs leading up into the cockpit. Well, good morning once again. So, as you can see right now, I'm standing on the bilge and I'm having the lovely job of clearing all that mucus out of here. It's about 4 years due. So, yeah, it's a stinky, smelly job. This part is almost done, but then we go to the next section, which is not really connected to each other. Well, as you can see, it's an absolute clusterfuck in here. But if you look to the front, oh, just look at that, all that space. There are still a few walls in there, or well, what's left of them, because I'm a bit afraid that if I take it away, then the boat would lose its integrity. But yeah, so we're planning on making a water tank fused into the hull, because it saves us a lot of space. There was a lot of space there not being used. And actually, you see the bulkhead over there? That's actually the only non-rotten bulkhead. So I think it's gonna stay. Yeah, that's nice. So this is our support for our mast. Obviously that big plate over there needs to go because, well, it's rotten as well. But this one, if you look all the way down, it's actually in decent nick. So really pleased with that, because that's a bit of a hassle to replace. Yeah, it's raining outside and I don't know if you can really see it on camera, but it's, well, not raining as hard inside as it is outside, but there's a decent amount of water coming in, as you can see over there. Shiny water. Actually, it's dripping in the bucket as well. And in here as well. But that's because the door is open right now. So yeah, I'm just going to continue with my nasty job. By the way, this stuff is awesome. You buy it at the most cheapest store ever, the Vibra. But it's awesome stuff. It just takes away grease like crazy. So yeah, that's cool. All right, bye-bye. First 6 months, we took out all of the interior, started sanding inside and measuring and make a new flooring, so we didn't have to jump around anymore. And after that, it was time to move the boat inside, so we could work on the deck and give it a new paint job. Yes, I want to catch for one more, yes. In the next video, we will show you what we worked on when the boat went inside. We made her ready for splash day, and I'll give you a little tour of how the boat looks right now at this moment. So if you like this video, you can leave a comment, subscribe, hit the like button, and hopefully see you next time. Thank you for watching.